Wanneer je foto's hebt gemaakt met je smartphone voor je beeldbank, dan moet je die foto's uiteraard eerst wel bewerken voordat je ze echt op je website kunt plaatsen. Zo moet je bijvoorbeeld de bestandsgrootte kleiner maken. Maar misschien wil je ook wel leuke effecten loslaten op je foto's. Nou, daar zal je uiteraard grafische software voor kunnen gebruiken. Maar er zijn ook mooie online tools en één daarvan, die heb ik al eens eerder genoemd, is deze. Pixlr. En als je gaat naar de website apps.nl. Pixeler.com, dan kom je op deze website uit. Nou, klik op dat pijltje of die twee blauwe pijltjes naar beneden, en dan kun je kiezen voor de Pixeler Editor of voor Pixeler Express. Nou, met Pixeler Express kun je dus uh, effecten toevoegen op je afbeeldingen, en met Pixeler Editor kun je, uh, je lagen op je afbeeldingen zetten of je afbeeldingen verkleinen, een ander bestandsformaat geven. Nou, noem maar op. Ik ga nu eerst de Pixeler Editor openen, dus ik klik hier op Launch Web App. En ik ga dan een afbeelding openen die ik met mijn smartphone gemaakt heb. Ik kies hier dus voor Open afbeelding van computer. En ik heb hier een plaatje staan dat ik gemaakt heb. Dat is een plaatje van een brug over een kanaal hier vlak bij mij in de buurt. En dit plaatje is uiteraard nu nog te groot om op mijn website te gebruiken. Wat ik zou kunnen doen is het bestandsformaat aanpassen. En dat doe ik hier via de optie Beeld en dan afbeeldingsgrootte. Nou, hij is nu 4.000 pixels breed en 2.250 pixels hoog. Ik zou het kleiner kunnen maken, uiteraard. Ik zou bijvoorbeeld de breedte eens op, euh, nou, laten we zeggen 600 pixels kunnen zetten. Je ziet, ik heb dit vinkje beperk verhoudingen euh, aanstaan, en daarmee wordt de hoogte automatisch berekend wanneer ik bij de breedte een andere waarde invul. Ik klik op OK, en nu is mijn plaatje een stuk kleiner geworden en al een stuk beter bruikbaar voor op mijn website. Ik ga dan naar bestand bewaren en dan kan ik een bestandsformaat kiezen. Nou, over het algemeen is JPEG goed voor foto's, maar je kunt ook een kwaliteit kiezen. En hieronder zie je de grootte van een, van een bestand. En je ziet de kwaliteit staat nu op 80. En ik ga nu eens dit bestand, deze foto opslaan met een kwaliteit van 80. Dus ik klik op OK. En ik ga de foto een naam geven, bijvoorbeeld brug score 80 en die 80 slaat dan op de kwaliteit. JPG. En ik klik op opslaan. En nu wordt mijn plaatje opgeslagen. En je zag even daar staan image saved. Nou ik ga nu weer op bestand bewaren klikken. En ik ga nu eens kijken hoe het lijkt. Bij een 100% uh, procent kwaliteit. Je ziet de afbeelding is groter, wordt meteen een stuk groter. En ik was... Uh, ik had hem net op 80 staan. En de grootte was 46 kilobyte Zet ik de kwaliteit op 100, dus op maximaal, dan is die uh, ja, bijna 6 keer zo groot. Het plaatje 238 kilobyte Nou, ik zal mijn afbeelding nu met uh, een 100% kwaliteit opslaan. En ik noem het plaatje nu brug om score. 100. En dan kunnen we dadelijk eens gaan kijken in een browser of je echt verschil ziet tussen deze twee. Dus ik ga de beide plaatjes even in een browser laden. En dan gaan we zometeen kijken of er echt heel veel verschil zit tussen 80% kwaliteit en 100% kwaliteit. Oké, okay, ik heb beide foto's nu geopend in Firefox. Zowel de 80% kwaliteit foto als de 100% kwaliteit foto. En je ziet hier de foto die met 80% kwaliteit is opgeslagen. En ik ga nu. Wanneer ik klik, de foto die op 100% is opgeslagen, openen. Dit is de foto van 100%. Dit is die van 80%. Dit is die van 100%. Dit is die van 80%. Nou, zie jij verschil? Ik zie eigenlijk helemaal geen verschil. En uiteraard zal onderhuids uh, dat verschil al wel zijn, want dat kwaliteitsverschil is er wel degelijk. Alleen voor het oog, en zeker voor je website, zie je het helemaal niet. En dit plaatje is wel soms 6 keer zo groot als dit plaatje. Terwijl het oog het bijna dus helemaal niet ziet. Dus het loont echt om, uh, wanneer je je foto's opslaat, om uh, ja, niet op de hoogste kwaliteit op te slaan, maar op een wat lagere kwaliteit. Want je ziet uh, het verschil bijna niet. En het, uh, de bestandsgrootte wordt wel een stuk kleiner wanneer je dus de foto's op een lagere kwaliteit opslaat. En dat zorgt weer voor een uh, snellere laadtijd van je website. Nou, als we eens teruggaan naar uh, die website: apps.pixeler.com. Uh, dan Kun je nog bestanden bewerken met mooie effectjes? Nou, laten we daar eens naartoe gaan. Dus, ik ga weer terug naar apps.pixeler.com. Dan kom je weer op het startscherm van Pixeler. Ik klik weer op die pijltjes naar beneden en ik ga dan eens Pixeler Express openen. Dus, ik open hier de webapp. Nou, ik klik op browse en ik zal dan mijn plaatje van de brug weer openen. En ik kan nu allerlei zaken met het plaatje gaan doen. Ik zou er bijvoorbeeld een mooi randje omheen kunnen zetten. Er zijn verschillende randjes. Nou, bijvoorbeeld uh, natuur. En ik kan dan verschillende natuurrandjes kiezen. Nou, bijvoorbeeld cappuccino. En dan komt er een randje omheen. Ik kan hier met amount kan ik, uh, het een en ander wat lichter maken zodat het niet zo uh, erg opvalt. En met cancel kan ik uh, het effect weer ongedaan maken. Ik zou ook stickers erop kunnen plakken. Bijvoorbeeld een sticker van, nou noemen we wat, van een bijtje. Of van een natuursticker. Nou, lieveheersbeestje bijvoorbeeld. En dan kan hier een sticker geplaatst worden op mijn plaatje. En die sticker kan ik nog draaien. En ik kan nog een ander plaatje erop zetten. Ik zou nog een overlay kunnen maken. Ik zou bijvoorbeeld deze kunnen kiezen. En dan bijvoorbeeld deze Horizon overlay. En dan zie je dus dat er een laagje over mijn plaatje heen komt. Ik kan de amount, dus de doorzichtigheid of de veelheid, ook weer aanpassen. Nou, zo dus kun je allerlei zaken, effecten met je plaatje uitvoeren. En er zitten leuke effecten bij. Daar moet je maar eens mee gaan experimenteren. Nou, als je hier kijkt naar effect, dan zou ik nog wat andere effecten kunnen doen: een softe effect of een verouderingseffect. Stel je voor dat ik een beetje een sepia-foto wil maken. Dan, uh, dan zie je het hier zo verschijnen. Uh, zou je toch een andere kleur maken? Ja, deze bijvoorbeeld. Dan zie je een andere zwart-wit vorm. En je ziet dat wat ik een beetje waziger. Nou, allerlei effecten dus die je op je foto kunt toepassen. Om je foto verder te verfraaien en verder geschikt te maken voor het onderwerp uh, waarvoor je de foto wil gebruiken. Nou, dat doe dit dus allemaal met pixeler.com, een gratis tool online te gebruiken. En uh, ja, enorm handig wanneer je met afbeeldingen voor je website wilt werken. Dus om je afbeeldingen die je zelf gemaakt hebt kleiner op te slaan. Zodat je website sneller laat. Maar ook zeker voor het toevoegen van extra effecten op je foto's. Om ze mooier te maken of om ze beter geschikt te maken. Voor bepaalde onderwerpen.